Donar verloor de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs met 86-80 van ZZ Leiden. De ploeg van coach Kelin had bijna de hele wedstrijd een kleine voorsprong op de Zuid-Hollanders. Maar verloor de wedstrijd in de slotminuut. Morgen is de tweede wedstrijd tegen ZZ Leiden in Martini Plaza in de Best of Seven-serie. Bikwik heeft de laatste thuiswedstrijd in de zondag hoofdklasse C met 3-2 verloren van AFC Arnhem. Degradatiekandidaat AFC Arnhem kwam binnen 5 minuten op voorsprong, maar Bikwik kwam terug dankzij treffers van Ploeger en Hekman. In de slotfase gaf de ploeg van coach Visser de zegen alsnog uit handen. Bikwik staat 7e in de hoofdklasse C. De dames van Oranje-Nassau moeten zich via de nacompetitie proberen te handhaven in de topklasse. ON ging op eigen veld met 4-2 onderuit tegen DTS Ede. Tegenstander in de nacompetitie is komende zaterdag SC Woezik. Volgende week is de return in Wiegen. De Groene Uilen wonnen de eerste wedstrijd in de halve finale van de Final Four met 82-71 van Kangaroos in Utrecht. Volgende week is de return in Groningen. Als de Groene Uilen Kangaroos uitschakelt, speelde de finale in Zwolle tegen de winnaar van Red Giants en Binnenland. De dames van GHHC zijn geëindigd op de 5e plek in de overgangsklasse. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen het sterke Tilburg. GHHC behaalde uit 22 wedstrijden 35 punten. De dames van Groen-Geel zijn kampioen geworden in de 3e klasse H. Het won met 3-1 bij Sios. Het was voor Groen-Geel het 3e kampioenschap op rij.